Nou, vandaag bij ons aanwezig Geert van basisschool Bezooije uit Waalwijk. En Griet, hartstikke leuk dat je erbij bent. Wat een organisatie zo'n dag. Zo'n ochtend is het eigenlijk, hè? Ja, het is eigenlijk een ochtend. Vanmorgen om 7:15 zijn we begonnen op school. Om 8:00 kwam bakker Hans Verbeijnen, onze plaatselijke bakker, voor 416 kinderen brood brengen. Ja, en wat heb jij gegeten, Griet, vanochtend? Ik heb 2 broodjes op met vlokken en mijn pindakaas. En met vlokken? Is dat goed, vlokken? Nee. Nee, eigenlijk niet. Maar waarom krijgen ze dat dan, Geert, vlokken? Nou, het hoort er een beetje bij natuurlijk. Hè. Ontbijt bestaat uit verschillende onderdelen. En nou, daar hoort vlokken ook bij. Ik ben zelf morgensboterham met jam. Dus wat dat betreft moet het kunnen. Ja, we hebben wat beelden van vanochtend. Laten we eens naar kijken. Oh, hier zien we meteen al Elle Verlangen. Oud sprint, of nee, wat is ze ook alweer? Nou, geen sprint. Ja, dus de kinderen wisten het ook niet. Ze konden kiezen tussen Elle van Lange en het was Elle van Damme of Ilse de Lange. Dus dat was grappig. En waarom was zij er? Zij was benaderd door de Stichting Nationaal Schoolontbijt. Met name om het promoten van goed ontbijt en gezond leven naar voren te brengen. Ja. En ze heeft vanmorgen met ons ontbeten. Gezellig. Want Griet, waarom is het dan zo van belang eigenlijk dat je goed ontbijt? Weet je dat? Dat is wel moeilijk, hè? Ja, misschien anders ben je niet goed bij de les of zo. Ja? Heeft het ook te maken met concentratie? Dat je dan beter geconcentreerd bent? Ik denk van wel. En wat eet jij normaal gesproken dan zelf thuis? Ik eet altijd krusli of zo. Zo'n bakje. Oké. Geert, is dat goed? Ik denk het wel. Wat eet jij altijd? Nou, wat ik net al vertelde, een boterham met jam. Oh ja, precies. Alleen met jam, één boterham, is dat genoeg? Ja, dat is genoeg, 's morgens. En jij, wat eet jij altijd, Henk? Nou, het leukste ontbijt wat ik ken, maar dat is in Nederland bijna niet te eten, dat zijn Eggs Benedict. Maar als ik op vakantie ben, dan 1 dag in de week zoeken we een leuk restaurantje uit om Eggs Benedict te gaan eten. En die fotografeer ik dan ook. Is dat een beetje Engels ontbijt? Nee, dat is Amerikaans. Dat is een gepocheerd ei op een rond toosje met een plakje ham erop en daar overheen een beetje Hollandaise saus. Oh, lekker. Maar dat mag je maar 1 keer in de week doen, anders gaat het helemaal fout. Griet? Oortjes dicht, want dat is helemaal niet goed. Heb je nog tips voor ons? Want wat is nou echt van belang? Nou, het is natuurlijk van belang dat kinderen in de gaten krijgen dat ontbijten heel erg belangrijk is. Ja. Daar was deze actie ook voor bedoeld voor ons op school. En daarnaast was als tweede belangrijk item het samen ontbijten. En met nadruk het samen, het sociale element daarin. Het was vanmorgen geweldig om dat aantal kinderen in die gezamenlijkheid aan het eten te zien. En zien eten doet eten. Oké, en hoeveel scholen doen eraan mee in Nederland? Ik dacht dat er zo'n ongeveer 2500 scholen aan meedoen deze week. Oké, en waarom hebben jullie er specifiek voor gekozen, jij als directeur van de school, om eraan mee te doen? Wij vinden het dus van belang dat we een gezonde school zijn. Ja. En in het kader van die gezonde school ondernemen wij het hele jaar door acties. Zoals we doen mee met diverse schooltoernooien op het gebied van sport. Ja. We zorgen dat de ouders voorlichting krijgen op diverse gebieden van gezondheid. Dus we werken samen met de GGD Midden-Brabant om diverse acties te promoten. En één daarvan is het meedoen met Nationaal Schoolontbijt. Ja. Goed bezig. Was er elke dag maar zo'n ontbijtje? Ja. Zou wel lekker zijn. Ja. Heel erg bedankt, hè, voor jullie komst.